In deze video herhaal ik even kort hoe je symptomen kan opnemen in de klemwoorden en hoe je die kan opslaan. Nummer 1 is dus hoe kan je rubriek opnemen? Nou, je weet al, je kan het met slepen doen. Je wijst dan de rubriek aan en je moet opletten dat je de rubriek pakt waar inderdaad remedies achter staan. Dus bijvoorbeeld hier deze, alternating with, er staan geen remedies achter. En soms heb je dus dat in een bepaald hoofdniveau, ik ga eens even zoeken of ik er een kan vinden, dat is natuurlijk net niet zo makkelijk. Soms staat je een bepaald hoofdrubriek, dan staan de remedies er dan niet in en dan staan de remedies pas in de subrubriek. Nou, je kan het dus doen met slepen. Je wijst de rubriek aan en je trekt het hier naar links naar bijvoorbeeld mapje 1, klembord nummer 1. En let op, als je het Engels aanwijst, pakt hij hem in het Engels. Wijs je het Nederlands aan, dan zet hij de rubriek in het Nederlands in het klembord. En dat is hier omdat ik de tweetalige versie aangezet heb. Dus dat is slepen. Nu kan je niet twee keer in dezelfde klembord een rubriek opnemen. Dus ik ga even naar iets anders toe. Dus hier, het handje staat voor Abstraction of Mind. Nu kan je ook op het toetsenbord bijvoorbeeld plus 1, plus 2, plus 3 doen. En dat wil zeggen dat hij hem opneemt en hij telt één keer mee. Of hij telt twee keer mee, of hij telt drie keer mee. Dus dat is een symptoomsterkte. En vroeger werd dat door Vitulka als onderstrepen genoemd, extra underlining. Dus laat ik dat even doen. Op toetsenbord zeg ik plus en dan... Eigenlijk cijfer 1 is niet nodig, want als ik gewoon nu enter doe, dan wordt die al eenwaardig opgenomen. Maar laat ik eens even 2 doen en ik druk op het toetsenbord enter. Dan is dat symptoom opgenomen en dat symptoom telt 2 keer mee. Als ik op dit klembord klik, dan opent hij de repertorisatie, de analyse met dat klembord. En je ziet, dit is symptoom nummer 1, dit is symptoom nummer 2, dit is de tekst. Dit zijn hoeveel remedies erin staan en dit is de gradatie. Dus deze telt één keer mee, deze telt twee keer mee. Nou, ik zal het meteen weer even laten zien hoe ik dat kan veranderen. Ik klik op symptoom en op het toetsenbord druk ik het cijfer 1 aan en je ziet alle twee tellen weer gelijk. Ik ga terug naar mijn repertoire. Nou, ik klik hier nog eens een andere rubriek aan. Ik kan dus ook hier met deze hoofdknop opnemen. Als ik daarop klik, dan wordt die ook opgenomen. Je ziet nu een 3. En ik ga nog eens even ergens anders naartoe. Oké. Er is een subknopje. En daar zie je dat er ook is, neem hem op met de intensiteit 1. Dat is dus hetzelfde als dat je op de hoofdknop zou drukken. Of dat je met slepen. Intensiteit 2, intensiteit 3, intensiteit 4. Er is ook een is gelijk teken, dan neemt hij meteen op. En F6 heb je meer mogelijkheden. Dus bijvoorbeeld elimineren en dergelijke. Nou, ik doe hier ook weer deze eerste. Nou, ik heb nu 4 symptomen. Nou, standaard wordt alles opgenomen in het eerste klembord. Dat is het klembord waar het vinkje in staat. Dat is het actieve klembord. Het is mogelijk om ook een ander klembord, het actieve klembord, te maken. Maar laat ik eerst maar niet te ver daarop ingaan. Nu zou ik nog eens een rubriek opnemen. En die sleep ik hier bijvoorbeeld in de tweede klembord. En om het mooi wat duidelijk te kunnen maken, neem ik er nog eentje op. En die sleep ik hier in het derde klembord. Als ik boven op de knop analyse klik, dan gebruikt hij alle klemwoorden. Dus klemwoord 1, 2 en 3. En als ik nu links op mapje 1 klik, klemwoord 1, dan gebruikt hij alleen dat klemwoord. Klik ik bijvoorbeeld op deze, doet hij alleen dit klemwoord, de derde klemwoord. Nu is het mogelijk dat je daarin kan combineren. Dus als je zegt ik wil nummer 1 en nummer 2 of nummer 1 en nummer 3, dat kan met de Ctrl-toets op Windows en de Command-toets op Mac.
Dus als ik hier eerst deze aanklik en ik doe dan op het toetsbord Ctrl-klik voor Windows of Command-klik voor Mac, dan heb ik nu deze twee klemwoorden, de eerste en de derde, de eerste en de derde. Nou, waar kan je dat voor gebruiken? Er zijn mensen die stoppen bijvoorbeeld alles in het eerste klembord en daarna lopen ze de casus nog eens langs en verwijderen ze of ze slepen de rubrieken die ze niet zeker weten naar het tweede klembord. Je kan ook de acute symptomen in het eerste klembord zetten en het chronische verhaal in het tweede. Er zijn ook mensen die verdelen het op andere manieren. De mind daar, de generals daar, de lokale daar. Of bijvoorbeeld voor de ziekteclassificatie, dan kun je voor elke groep symptomen kun je een apart klembord gebruiken. Als ik hier op die analyseknop druk, dan ga ik terug naar het repertoire. Klik ik er weer een keer op, dan gebruikt u weer alle klemborden. Nu wil ik dit bewaren. Dus ik wil dat rijtje klemborden wil ik opslaan. Nou is het zo dat het hele setje klemborden wordt opgeslagen, ook al gebruik je er maar één, of je gebruikt er twee of drie, maakt niet uit, het hele setje is voor één patiënt en voor één consultatie. En er zijn verschillende manieren om dat op te slaan. Ik klik hier met de rechter muisknop op en dan zie je daar analyse opslaan. En dat is op Windows ook Ctrl-S en op Mac Command-S. Als ik daarop klik, dan zijn er verschillende manieren om het op te slaan. In RadarOpus kan je deze klemwoorden, of we noemen dat de analyse hier, opslaan bij een patiëntenfile. En een patiënt wil zeggen een kaartenbak, waar je dus op de kaart hebt staan de naam, eventueel het adres. Je kan zoveel of weinig invullen als je wilt. En aan die kaart komt een consultdatum. En aan die consultdatum komen die klemwoorden te hangen. Dus je hebt één patiënt en aan die patiënt kun je het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde consult krijgen. Dat zijn deze eerste twee opties. Analyse opslaan bij een bestaande patiënt of de analyse opslaan bij een nieuwe patiënt. Als je dat helemaal niet wilt, dan kan je gewoon zeggen hier analyse opslaan los. En dat wil gewoon zeggen dat het niet in de patient file zit, maar dat het gewoon een naampje krijgt. Otto, René, René, Otto, werkstuk, maakt niet uit. Seminar. Er is ook een mogelijkheid om te exporteren. Dan wordt het een bestandje buiten het programma. En dat bestandje kan je weer naar iemand anders toesturen en die kan het weer in zijn programma binnenhalen. Laat ik eerst eens even een nieuwe patiënt doen. Ik zeg hier oké, dat is Karen. En ik druk op het toetsenbord op de tab. En ik zeg Schuurman. Wil ik ook de datum hebben, de geboortedatum, dan druk ik op het toetsenbord op de tab. En ik doe bijvoorbeeld 08-10-2001. En beneden klik ik op opslaan. Nou, wat is er nou gebeurd? Nou is in de lijst van de patiënten is er een patiënt bijgemaakt, Karen Schuurman. Daar is een kaart voor aangemaakt. En aan deze patiënt is automatisch een eerste consult gemaakt. Nou, ik ga nu niet te diep in op deze patient file. Ik zal alleen in het kort het volgende laten zien. Stel dat ik dus alles wis. Ik klik hier met de rechter muisknop en ik zeg wis alle klemwoorden. En ik begin dus helemaal opnieuw. Stel eventjes, ik heb mijn programma voor het eerst aangezet. En ik wil die patiënt nu opvragen. Dan klik ik in mijn lijst van patiënten. Dan klik ik eenmaal op die naam Karen Schuurman. En hij opent die patiëntenfile van die persoon. En onmiddellijk wordt gevraagd, wil je ook de laatst opgeslagen repertorisatie, de laatst opgeslagen analyse, opvragen. Als ik zeg ja, dan zie je dat direct die symptomen weer in de klemwoorden staan. Nou, dit is de patient file, dit is de administratietabblad. Bij Windows staat dat in de linkerhoek, bij Mac staat dat hier in het midden.
Dit is dus de naam, voornaam en achternaam. Je kan zoveel en zo weinig opgeven als je wilt. Dan hebben we hier het tabblad van de consultatie. Dat hoef je niet te gebruiken, maar dat kan. En dan, dat is dus het pennetje. Het pennetje is de consultatie. En daarnaast is een tabel met het overzicht van de consulten. Klik ik hier op dat overzicht, dan zie je dat er dus één consult is, dat is de datum. En er is hier één repertorisatie, één analyse opgeslagen. Nou, daarbij wil ik het eigenlijk laten nu. Ik sluit dit. Ik wis hier al mijn klemborden. En ik laat even opnieuw zien hoe je die andere methode gebruikt. Dus, stel ik neem wat symptomen op. Hier eentje. Zo. En hier is eentje. En ik zet daar nog eens iets in. Maar het maakt niet uit, het kan allemaal ook in hetzelfde klembord hoor. Dan kan ik hier op mijn analyse klikken. Ik zeg ja, dit is mijn repertorisatie. Daar ga ik later nog verder op in, maar ik laat even zien. Als ik dit zo niet mooi vind, dan kan ik eentje aanklikken. En dan zeg ik nee, die wil ik in het eerste klembord hebben. En als ik deze aanklik, dan zeg ik oké, stop die ook in het eerste klembord erbij. En je ziet, ik heb nu maar één klembord waar symptomen in zitten. Nou, deze wil ik dus los opslaan. Dat is gewoon een werkstuk of zo. En die wil ik buiten de patient file opslaan. Dan klik ik daar met de rechtermuisknop op. Of op het toetsbord zeg ik Command S voor Mac en Ctrl S voor Windows. Ik zeg opslaan. En nu gebruik ik niet de patiëntenfile. Dus niet bij een bestaande patiënt of een nieuwe patiënt. Maar ik zeg hier, ik wil deze analyse los opslaan. Nou, en ik noem dat bijvoorbeeld seminar arjen plasma april 2018. En ik druk beneden op opslaan. Nou, hoe vraag ik dat weer op? Ik klik met de rechter muisknop. Ik zeg wis alle klemwoorden. In dit geval kan ik ook zeggen wis dit klemwoord, maar het maakt niet uit. Het is weer leeg. Ik wil dat weer terughalen. Dat doe je door rechter muisknop. Dan zeg je analyse klemwoorden opvragen. De analyse opvragen. En dan kies ik dus niet die patient file, maar ik kies hier die diskette. En dan begin ik te typen seminar. En dat was Arjen Pasma. En ik zeg hier beneden opvragen. Ik kan er ook op dubbel klikken. Maar ik zeg hier opvragen. En ik heb die weer terug.